Hallo, welkom allemaal bij een reeks nieuwe filmpjes. En dit filmpje gaat over de Griekse stadstaten. Uh, het is paragraaf 2.1 en je ziet aan de zijkant rechts onderin zie je de bladzijde. Dus als je mee wilt kijken met de uitleg, dan kan dat natuurlijk. Wanneer we beginnen met een nieuw hoofdstuk, is het ook wel zo ja, interessant of belangrijk eigenlijk om te weten waarom we eigenlijk iets leren over dit hoofdstuk en de Grieken behandelen onder andere omdat we eigenlijk zeggen van nou onze westerse beschaving is daar begonnen. Veel dingen die wij nu nog steeds kennen, die hebben namelijk de Grieken uitgevonden zoals onder andere theater, de Olympische spelen, manier van bouwen enzovoorts. En in dit filmpje gaan we het vooral hebben over Griekse stadstaten en over de Griekse democratie. Weer iets wat we nu in Nederland nog steeds kennen. Nou, we gaan eerst even kijken naar de Grieken circa 3000 voor Christus. Als we dan kijken naar Nederland, dan zien we dat wij in Nederland nog leven in ja, wat, wat, wat kleinere huisjes van hout, van leem, van modder. Enzovoort. Wij wonen nog echt daar als ja, een soort van beginnende boeren. In Griekenland zie je al dat de mensen er al hele tempels bouwen. Dus die hebben echt al heel erg veel verstand van nou, hoe maken we nou zulke mooie gebouwen? Uh, de materialen hebben ze ervoor, enzovoort. Dus dit is een dia om even aan te geven hoe de oude Grieken eigenlijk voorliepen op ons. We beginnen eerst even met een centrale vraag, die aan het begin van deze paragraaf wordt gesteld: waarom hadden de Grieken koloniën buiten Griekenland? Dat ga ik jullie hier uitleggen. Namelijk, in Griekenland, Griekenland is best wel heel erg droog. Wie daar op vakantie is geweest, die ziet dat er, ja, er veel bergen, het zitten veel rotsen. En de grond is gewoon heel erg droog, doordat het allemaal zo warm is. Dus 20% van het land was maar geschikt voor landbouw. Maar ja, 20% is natuurlijk veel te weinig. Want als iedereen uh, honger heeft en ja, van de landbouw moet het eten komen, dan is 20% veel te weinig. Plus, daarbij komt nog eens dat ze geen goede werktuigen hadden, dus bijvoorbeeld um, ja, spulletjes om het land te bewerken, dat hadden ze niet. Nou ja, twee van die dingen dus, wat komt er daardoor? Een voedseltekort, alle mensen hebben honger. Dat is dus een probleem, want het, kan, ja, het is natuurlijk heel erg als je heel veel mensen hebt, maar je kunt niet alle monden voeden. Dus op een gegeven moment zien ze zich genoodzaakt om weg te trekken en om ergens anders, een stukje land... Uh, ja, In te pikken, eigenlijk noem ik het altijd, en daar een kolonie te stichten. En wat is dan een kolonie? Eigenlijk een zelfstandige Griekse stadstaat. We gaan daar even op inzoomen wat dat nou precies is. Je ziet hier al Griekenland um, en je ziet die uh, vierkante rode vlakken eigenlijk, en daar gingen Grieken koloniën stichten. Dus die Grieken, die zaten in Griekenland en die dachten van honger, we gaan naar vruchtbaardere gebieden, zoals we nu. Uh, Zuid-Italië kennen en Turkije. En we gaan daar proberen om een nieuwe stadstaat op te zetten. En dat zorgt natuurlijk ook weer dat als die mensen weggaan, dat ze dan ook weer meer eten hebben. Nou, hier zie je de uitleg koloniseren, het stichten van nieuwe steden. En een kolonie is een gebied buiten het eigen land. Dus die Grieken die hebben een kolonie in bijvoorbeeld Zuid-Italië. Maar ze verbouwen daar wel hun eigen spullen. Het begrip kolonie of koloniseren is hier ook dik gedrukt, omdat het een belangrijk begrip is voor het leren van de toets. Nou, die Grieken die hadden dus in Griekenland zelf en in hun kolonies, hadden ze Griekse stadstaten. Dit is een voorbeeld van een Griekse stadstaat. Eigenlijk is het in Griekenland een heel klein landje met er omheen een muur. En daarbinnen, ja, jij hoort dus bij die stadstaat. Een stadstaat heeft dus eigenlijk daaromheen, zie je hier ook op het plaatje, wat, uh, wat landbouwgrond. Waar de mensen in de stad van kunnen leven. Daar kun je overdag gaat de poort open, open en dan kunnen boeren daar hun voedsel verbouwen. Uh, in de stadstaat er staat een acropolis, er staan tempels, uh, er staan bestuursgebouwen. Uh, er wordt markt gehouden, maar dat is dus als jij daar woont, binnen die muren, dan hoor jij dus bij die stadstaat. En die stadstaat die zorgt voor zichzelf. Vandaar dat ze dat stukje landbouw hebben. Ze hebben een haven om bijvoorbeeld te kunnen handelen. En zo eigenlijk in heel Griekenland waren allemaal van zulke soort stadstaten. Maar dus ook in bijvoorbeeld Turkije, als ze daar een kolonie gingen stichten, dan waren er ook allemaal van die kleine mini-stadstaatjes Griekse stadstaten dus. Hier heb ik het even voor jullie proberen te tekenen. Als dan die grote ronde cirkel Griekenland voorstelt, dan was Griekenland helemaal bedekt met allemaal verschillende stadstaten. Hier hebben we Korinthe, Delphi, Athene, Sparta. Uh, bij Sparta en Athene staan uh, sterretjes, omdat dat de grootste en bekendste stadstaten waren. Maar dus heel Griekenland had dus allemaal verschillende stadstaten, kleine stukjes land eigenlijk. Nou, hiernaast heb ik even opgezond wat nou de kenmerken zijn van een stadstaat. Het is altijd een stad, omringend met een muur en daaromheen platteland. Uh, ze zijn zelfstandig en zelfvoorzienend. Dat betekent dat ze dus zelf hun eten verbouwen, zelf handelen en dus zelf voor de mensen in de stadstaat zorgen. Iedere stadstaat heeft een eigen bestuur en regels. Dus bijvoorbeeld Sparta kan een heel ander soort bestuur hebben dan Athene. En we hebben geen koning of één farao die heel Griekenland bestuurt. Want we hebben per stadstaat een ander bestuur. Dus dat kan ook niet. Het is niet één koning, niet één farao. Elke stadstaat heeft zijn eigen manier van besturen. Nou, in het begin van het filmpje zei ik eigenlijk al van, nou, de democratie hier in Nederland die lijkt heel erg op de democratie die de Grieken eigenlijk hebben uitgevonden. En we gaan ook bij deze dia kijken naar het bestuur van Athene, want zoals ik net al zei, heeft elke stadstaat een eigen bestuur. Maar We gaan nu even kijken naar Athene. Uh, nou, hier zie je al, ieder heeft zijn eigen gebruiken en wetten. Athene was een democratie. En wat betekende dat eigenlijk? In Athene mochten alle mannen die burger waren, die mochten meebeslissen in de volksvergadering. Dus hier zie je, alle mannen kwamen bijeen en die gingen eigenlijk met elkaar beslissen over nou, wat voor wet ze gingen maken, uh, wat voor regels ze in de stadstaat waren, maar met elkaar. Nou, een burger is dik gedrukt, want waarom, wanneer was je nou burger? Als je slaaf was, was je natuurlijk geen burger. Als vrouw, zij mocht je ook niet stemmen. En een burger was je echt pas als van die man alle tweede ouders waren geboren in die stadstaat. Dan was hij pas burger en mocht hij meebeslissen. Nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje verklapt, want hier is een vraag. Wat is een groot verschil tussen de Atheense democratie... En een Nederlandse democratie, dat is natuurlijk dat bij Athene mochten alleen de mannen die burger waren, mochten meebeslissen. En natuurlijk niet de vrouwen in Nederland hier, mogen natuurlijk mannen en vrouwen mogen stemmen. Om nou te voorkomen dat één persoon uh, te veel macht had, want ja, het volk beslist, dus je bent met elkaar, dus niet één iemand die kan de macht moeten grijpen. Om dat nou eigenlijk te voorkomen, hebben ze scherven gericht ingesteld. Je ziet daar rechts, zie je allemaal potscherven. En eigenlijk mochten alle mannen uh, mochten een stem uitbrengen. Van iedereen waarvan ze dachten van, nou, diegene die heeft zoveel veldslagen gewonnen, die zit echt al een beetje hè, te azen op alleen macht. Of die wil de macht grijpen, of die krijgt te veel macht. Iedereen die kan dus een naam opschrijven van degene waarvan zij denken dat die te veel macht heeft. En uh, nou ja, aan het einde wordt allemaal bij elkaar opgeteld. En degene met de meeste stemmen, dus waarvan uh, de meeste mensen denken dat diegene de macht wil gaan grijpen, die wordt dan van tien jaar verbannen uit de stadstaat. Dus dat is eigenlijk een heel goed systeem om te voorkomen dat één iemand te veel macht grijpt. Want dat kan dus nu eigenlijk nooit gebeuren, omdat je dus zo'n stemming hebt. En diegene die heb je dan dus al weggestuurd. Nou, tien jaar verbannen dus is dus een hele lange tijd. Um, dat is eigenlijk dus een oplossing om te zorgen dat dus het stemrecht, dat staat al daarboven, bij het volk blijft. En het volk is in dit geval dus dan alleen de mannen die burger zijn. Uh, nou, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Mocht het nou niet duidelijk zijn, laat onderin hier even een reactie achter of vraag nogmaals eventjes uitleg uh, in de klas. Um, nou ja, en tot het volgende filmpje weer!